De overdracht van de plantentuin van Meissen naar Vlaanderen is op gemengde reacties onthaald in het Vlaams parlement. Vooral Vlaams Belang en N-VA hadden heel wat vragen bij het akkoord. CD&V beet van zich af. Vorige week bereikten Vlaanderen en Wallonië een akkoord over de overdracht van de nationale plantentuin van Meissen. Die wordt volledig eigendom van Vlaanderen, al worden 2 van de 9 zitjes in de raad van bestuur aangeduid door de Franse gemeenschap. Absurd, zeggen Vlaams Belang en N-VA, die zich ook vragen stelden over het kostenplaatje van de heropbouw van de plantentuin. U moet nu niet afkomen met te zeggen, ja, nu hebt u de plantentuin, je weet nu toch dat dat investeringen vraagt. En hoe gaat je dat nu aanpakken? Natuurlijk vraagt dat investeringen. Daar zijn we ons van bewust. En spijtig dat dat 11 jaar heeft geduurd. En spijtig dat dat natuurlijk niet goed onderhouden is. Maar ik ga ervan uit dat u toch liever, heel belangrijk, het wordt een Vlaamse instelling en we zullen er nu zelf onze verantwoordelijkheid voor dragen. Peters kon op steun rekenen van partijgenoot Erik van Rompuy, die hard uithaalde naar Vlaams Belang en N-VA. Die verzuurde reactie altijd in Vlaanderen, van als we dan een keer iets binnenhalen, dan zitten er nog een paar Franstaligen in, die kunnen alles blokkeren, die instelling gaat niet werken enzovoort. Maar meneer Van Rompuy, 11 jaar rottingsstrategie. 11 jaar rottingsstrategie, en dat mag u in dit geval, kijk naar het vermolmde hout van de collectie Serres, kijk naar het betonrot in sommige gebouwen, kijk naar de schimmels in sommige gebouwen, dat mag u echt letterlijk nemen. Na 11 jaar worden wij nog eens bijkomend op kosten gejaagd. Wij betalen hier in België als Vlamingen altijd 3 keer. 3 keer. En dan is meneer Van Rompuy euforisch. Meneer Van Rompuy, u bent op den duur een verzuurde karikatuur van uw eigen. APPLAUS.